Dames en heren, jongens en meisjes, goedemorgen hier in de Brabant Hall in 's-Hertogenbosch. Ik vind het een grote eer om u vandaag de herinneringsmedaille Internationale Missies te mogen uitreiken. En zoals u hier voor mij staat, symboliseert u letterlijk en figuurlijk de veelkleurigheid en de veelzijdige inzet van onze krijgsmacht. Ik wil u vragen om een heel groot applaus voor onze militairen, natuurlijk, maar ook voor hun partners, hun kinderen, familie en vrienden. U blonk uit in aanpassingsvermogen, dienstbaarheid en professionaliteit. U heeft zich niet laten weerhouden door zware omstandigheden, door tegenslagen die zich onvermijdelijk voordoen. Namens Nederland wil ik u bedanken voor uw inzet. Afdeling, geeft. Acht. De paradecommandant zal nu kapitein Anouk van der Weijden laten uittreden, die symbolisch voor alle uitgezonden militairen met kinderen een medaille ontvangt voor haar kinderen Kai van 6 jaar en Lasse van 5 jaar oud. Ik ben echt zo blij dat wij hier vandaag met jullie kunnen zijn. Eindelijk weer een medailleuitreiking zoals het hoort. Zonder coronabeperkingen en in het gezelschap van jullie dierbaren. We zijn hiermee, dames en heren, aan het einde gekomen van deze bijzondere ceremonie. En namens de commandant der strijdkrachten danken wij u hartelijk voor uw komst. We wensen u alvast een smakelijke lunch en voor nu of later een veilige thuiskomst.